Leuk dat je kijkt deze week naar de Pikvlog. Wat heb jij gedaan? Ik heb bij Chantal de les gereden. En wat heb jij gedaan? Ik ben naar België geweest. Daar hebben we een aparte video van. En niet te vergeten, Ferenc, die zit in Engeland. Ja. En daar gaan jullie ook al stukjes van zien. Want die heeft keurig allerlei video's doorgestuurd naar mij. Dus dat is wel heel erg gaaf. Ja. Dus veel plezier met kijken. Zaterdag en Jut en Jul zit in de les. Tatum, Pie en Tessa. Vandaag heeft Tatum Binky gezadeld. En ze ziet eruit als een roetveegpietje. Dat komt omdat ze net gedanst heeft. Tatum, ja? Hij komt net uit zijn stal, dus doe even stappen. En ik word aangereden door... Donna. Ja. Lekker dan. Hallo meisje, gaat het goed? Ja. Goed zo. Nou, veel plezier. Ja. Koud, hè? Dat doen we altijd lekker zitten. Een keer hoog. Houd ze netjes onder controle. Die apenkoppie. Goed zo. Bij MSC weer terug naar de draf. Het is zondag vandaag. Heb haar. Oh, die vindt er ook nog iets van. Ja, hallo schattekke. En vandaag gaan wij een FNRS-proefje rijden. ZP, zonder prijs. Ik vind het leuk om verschillende dingen te doen. En verschillende wedstrijden te rijden. Maar aangezien ik een eigen paard heb en zelf nog in de F5 zit. Heb ik zoiets van, ja, ik wil heel graag meedoen. Ik wil graag het protocol. Ik wil weten wat ze ervan vinden. Hoe we dat doen. Maar ik vind het niet helemaal eerlijk naar andere ruiters toe. En dat wil helemaal niet zeggen dat ik eerste word, zeker niet. Ook niet dat ik tweede, derde, vierde, vijfde word, helemaal niet. Maar ik wil daar gewoon, ik vind dat gewoon niet zo prettig. Ik vind sowieso heel die prijsuitreiking is niet helemaal mijn ding. Dus ik vind het altijd fijn als het niet hoeft. KXM van hand veranderen, daarbij teugels laten strekken. Precies een hals laten strekken. KXM van hand veranderen, hals laten strekken. Tussen M en C teugels op maat maken. Tussen M en C teugels op maat. E, B, halve grote volte doorzitten. E, B, halve grote volte doorzitten. Voor B, arbeidsgalop links. Het is zondag. Zo, hap, hap, zegt ze. En, dan... Ik heb vandaag een wedstrijd gereden, de FNS, was leuk. Maar deze vulletjes moeten natuurlijk nog even bewegen. Dus die zijn nu even hier aan het rekpesten. Ja, je wordt opgegeten. Hap, hap, hap. Lekker hè? Lekker. We gaan even de paardjes uit de molen halen en dan gaan we lekker naar huis. Maandag. Normaal is ze dan niet op de manege, maar gisteren was ze natuurlijk naar de Efteling. Dus vandaag toch even rijden. Het is al veel te laat eigenlijk, want het is 7 uur of zo. Maar goed, toch even lekker zo. Hallo kijkers van Hart voor Paarden. Deze week maak ik een trip naar Engeland voor clinic te geven. En het rijden van concours. En nou vond Rebecca het leuk dat jullie ook een keer mij in het zadel zien. Dus ik vond Engeland een goede gelegenheid om en een avontuur te laten zien. En dan zullen we eens kijken wat het allemaal gaat doen. Ik moet nog een beetje wakker worden, want het is vroeg. Het is 5:50 in de ochtend. Mijn koffer is gepakt. Tas, even alles dubbel check. En dan stap ik de auto in naar Schiphol. En dan begint het avontuur. Tot later! Nou, het eerste tripje auto Schiphol zit erop.
belangrijk detail lang parkeren om even te onthouden waar je staat. Want het is al meer eerder gelukt dat ik gewoon echt dacht, stond hij nou hier of stond hij nou daar? Dus dan krijg je lichtelijk paniek. Het is frisjes, het is donker. Ik geloof dat ik een beetje bij begin te trekken. Dus voordat ik als verretje het sterretje Schiphol Airport opkomt, denk ik dat ik goed in de plooi zit, toch? Nou, tot later. En ja hoor, ook in Engeland zijn er files. Komt niet heel goed uit, want ik heb best een strak programma. De eerste sessie is om 9:30. Nu heb ik uiteindelijk nog een uur en een kwartier. Maar ik moet natuurlijk ook nog onderweg even een lekker kopje koffie halen. Maar op deze manier zien jullie dat het toch wel apart is als het verkeer aan de andere kant voorbij komt. Je ziet hier wel dat ik in een erg landelijke omgeving ben. Nou, dit is vaak even het stuk. Gelukkig heb ik de route een aantal keren gereden. Maar goed. Ergens begint er misschien nog een zonnetje door te komen. Zou fijn zijn, is wel wind. En ik ben vandaag de hele dag buiten kliniek aan het geven. Dus dat wordt pittig. Maar ik heb er zin in. Tot later. Vandaag is woensdag en Tess daar heeft studiedag. Ik moet zo meteen naar Brussel. Dus wij zijn hier om, je kan het op de klok zien. Daar is de klok. Om 9:55 zitten wij dus al op de paardjes. Ja. En we zitten er al even op. We hebben niet heel veel tijd. Kijk, ik heb ook een bellentrui. Tess doet hem morgen aan. En nu gaan we even lekker rijden met z'n tweeën. Morgen gaan wij de challenge opnemen. Wel heel spannend. Ja. Die hebben we gekregen van Paardzoek Baas. En die blind paardrijden. Iets wat alle YouTubers momenteel, nou ja, niet alle. Alle paardrij-YouTubers doen om's de beurt. En wel heel gaaf. En dan gaan we jullie natuurlijk ook vertellen wie we daarna gaan uitdagen. Dat wordt leuk, kan ik je vast vertellen. En nou, we gaan nu in ieder geval even lekker rijden. En de bellentrui is nog te koop. De maten XL roze en 12 tot 14 jaar roze zijn helaas al uitverkocht. Maar alle andere maten die zijn er nog. Dus wil jij nog zo'n super gave foute kerstpony trui? Dan is die er nog. Tenzij je die twee maten hebt, dan niet. Nou, wij gaan even rijden. Nou, die pony is al warm. Ron en ik zijn wat langzamer. De bel schildert al door de bak heen. Eén groot voordeel, als het zo vroeg is, dan is er niemand. Dus dan kun je op je gemak. Ja, die wordt nu wel heel erg. Kom maar aan. Kijk. Ze zijn lekker aan het rijden. Net had Vrona op de hoefslag gepoept. Dan moet ik er weer af. Dus op de hoefslag gepoept wordt me namelijk gelijk opruimen. Dus ik ben nu twee keer op en afgestapt. Dus niet meer poepen, alsjeblieft. En jij ook niet, want dan moet ik test eraf. Goedemorgen. Daar ben ik weer. Op dit moment sta ik voor de poort bij Rebecca en Gerrit Hughes en Bishopbridge Farm. Ik ga jullie even meenemen op de oprijlaar. Ik heb vanochtend op Classic Dressage 2 paarden gereden al. Dus het was wederom een vroege morgen, al de zon die ook even uitspeelt. Dus wij landen aan twee kanten. Even kijken of je dat kan. En nu rijd ik hier twee paarden. Voordat ik terugrij en me klaarmaak voor concours. Dus het is een lange drukke dag. Hier is het huis en dan gaat de volgende poort open.
Rebecca die wil niet in beeld komen. Nee, ik heb hier mijn Engelse Rebecca. No pictures, please. Bruce and Daisy. Bruce and Daisy. Tussen 1 en 24 december kun je hem zien. Er komt nog heel veel meer met Vlogmas, maar daar ga ik nog heel veel meer over vertellen in een aparte video. Nu zijn we in ieder geval onderweg naar Brussel. Het is vandaag woensdag. Zoals jullie net hebben kunnen zien, heb ik met Tess gereden. Dat was wel even lekker. En dan had ik de foute kersttrui aan. Ja! En ja, nu dus naar Brussel. We hebben net de challenge opgenomen, blind paardrijden, samen met Pa, Kim, Rick, Tessa. En nu nog eventjes rijden gewoon, want dat was, nou ja, dat zien jullie natuurlijk morgen in de challenge. We zijn genomineerd door paardzoekbaas Carlijn en Sanne. Bedankt, Not. Hoe ik het vond, zullen jullie op de video zien. Ja, dat dus. En hoe hun het vonden, zullen jullie ook op de video zien. Dus ze zijn nu de grote ponyruil aan het doen, geloof ik. Tess die zit op corona en denkt, nou, galop, geloof ik. Ik geloof wel veel. Ja, dat komt een beetje omdat ik het toch een bijzondere ervaring vond, blind paardrijden, kan ik je vertellen. Ik heb het wel gedaan. Maar jullie zien dus morgen wat ik ervan vond. Nou, en hier is Fa. Nou, die begint ineens weer te hoesten. Het vaatje is even met Bel aan het, ja, ik weet niet precies wat, maar aan het rijden. Ook lekker in galop. Zo. En Bel die vindt Va toch minder. Spannend hoor. Lekker in de les. Buiten ging niet, moet even fotoshoot doen. Ze waren te laat voor de les. Maar Chantal was zo lief om er toch nog eventjes naar binnen te laten. En hier gaat het een stuk beter. Vandaag weer iets nieuws. Wijken. Nou, dat is niet wijken hoor. Dat is gewoon opzij lopen. Het idee is wel leuk. Handig om te leren. Zo, komt ze nog een keer. En met licht, dus dat is altijd fijn. Ah, van het begin is het hartstikke goed.
Kijk, dan loop je langs de bak en ineens zie je daar je paard. Het kindertje erop. Al galopperend voorbij komen. Leuk hè. Pak snap. Helemaal lekker. Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien, maar... De Bella kerstrui. Maar wel een foute. Een foute kerstrui. Die is nog te koop. Niet alle maten zijn meer beschikbaar, maar een aantal nog wel. Dus mocht jij ook met Bella, de foute kerstpony, de kerst doorkomen, dan moet je even daar ergens klikken. En dan kom je in de webshop terecht en dan even zoeken op foute kerstrui. Hij staat ook bovenaan. Dus op zich moet dat lukken. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog. En wij gaan ook vlogmas doen. Dus binnenkort vanaf 1 december elke dag een video tot en met de 24ste. Daarna gaan wij wel een paar dagen stoppen met video's maken. Dus vanaf kerst tot nieuwjaar doen we even geen video's. Nee. Nee, denk ik niet. Of we maken nog, als we nog over hebben, dat we dan nog een paar erop zetten. Nou, weet ik niet. Maar ik denk dat we dan even een weekje rust inbouwen. Even andere dingen doen. Ja. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je graag morgen. Want morgen... Ja, je vergeet wat. Paard zoekt baas heeft ons uitgedaagd voor het blind paardrijden. En die zien jullie morgen. Dus tot morgen. Doeg! Doeg!